De een noemt het een jongerenkeet, de ander een soos. Hier in het Westland hebben we hokken. Een plek waar vrienden samenkomen. In de media zijn de beelden over hokken niet altijd positief. Daarom heeft de gemeente Westland jongeren gevraagd mee te denken hoe hun hok veilig en verantwoord gemaakt kan worden. Uiteindelijk zijn er met de jongeren spelregels voor hokken bedacht. De spelregels zorgen ervoor dat de hokken brandveilig zijn, dat er geen commerciële activiteiten plaatsvinden en dat er verantwoord wordt omgegaan met alcohol. Als aan alle regels wordt voldaan, krijgt het hok het keurmerk. In deze serie volgen we een aantal jonge Westlanders. We maken kennis met Gino, Kelvin, Laura, Joris en vrienden in hun eigen gouden hok. Welkom bij ook weer de derde aflevering van het Gouden Hok. We zijn vandaag in Maasdijk bij Hok de Buren en we gaan kijken of het gezellig, veilig en verantwoord is. Zo, hoe gezellige boel hier. Zal ik ook een duik nemen? Ik heb jullie wel. We zijn in groep 6 begonnen. En toen zijn we een caravantje bemand, qua een caravantje. Daar hebben we toen een hok van gemaakt. Toen hebben we daarna een grotere gekocht, waar we nu in zaten. Iedereen kent elkaar van school, tenminste de meeste. En zo is iedereen er een beetje bij gekomen. Ik zat eerst met vrienden in het hok daarnaast. En in de loop van tijd ben ik steeds meer naar dit hok gegaan. Mijn vriendin Lisanne die heeft met Bas verkering en daar staat het hok, dus zo kwamen wij wel eens mee. Hoe wij aan de naam de buren komen? Die hebben we zelf niet verzonnen, maar een hok wat naast ons zit, die komen wel eens met een biertje altijd bij ons. Die noemen ons altijd de buren, dus vandaar. Als we meestal in het hok zijn, dan zitten we gezellig met elkaar te drinken of tv te kijken of muziek te luisteren. Dus maar net waar we zin in hebben. Dan daarna naar de waterskihut of dat er een feestje is of iets, daar gaan we dan heen. Bij Hok de Buren in de Maasdijk en ik zit hier weer met Kees van Bouw- en Woningtoezicht. En, Kees, kan je weer vertellen waar je nu weer op gaat letten vanavond? Ja, we zijn hier weer bij een nieuw hok en zoals je weet hebben de gemeente regels afgesproken met de jeugd en ook gelden landelijke regels. En, de gemeente wil die hok natuurlijk niet dicht hebben en dan zijn natuurlijk wat spelregels afgesproken en die spelregels komen we hier controleren vanavond. Ja, oké. Okay, nou. Zullen we maar weer gaan kijken dan? Zullen we maar weer gaan kijken. Oké. We hebben brandmelders en een GBO-doos. Gelukkig bij een ongeluk of hè. Dat is weer een hele speciale. Daar kun je hele rare mensen mee verzorgen. En als er wat is, dan staat dat altijd klaar. De veiligheid in het hok. We hebben nooddeur, rookmelders, brandblussers en alles om risico's zo klein mogelijk te maken. Ja, er zijn genoeg uitgangen en wegen om weg te komen. Wat mij opvalt, iedereen als er binnenkomt al, dat ik een opstapje heb meer dan 20 centimeter. Ja? Ja. Als je snel naar binnen of snel naar buiten komt, is je afstap zo groot. Afstap. Ja. Een paar tegeltjes erbij, hou er rekening mee. Ja. Nou, het is niet zo dat er om het uur een ouder komt kijken, maar Bas' vader komt heel soms wel eens kijken. Ja, mijn vader komt wel eens even binnen kijken, maar eigenlijk is natuurlijk allemaal richting 1920. Maar ja, die gasten die moeten volwassen zijn, dus ze moeten het ook zelf wel in de gaten kunnen houden. De stroom, waar gaat dat heen? Waar te houden het vandaan? Eigen stroomvoorziening of? Eigen groepenkast. Eigen groepenkast. Netjes. Voedingskabel gaat naar de tuin toe en daar zit een stroommeter tussen. Een stroommeter tussen een eigen. Ja. Helemaal apart gezekerd. Ja. Ik vind het netjes, zo zien we hem graag. Ja.
Stef, heb je je weg gevonden? Ja, net een beetje mist, hè? Zwaar checkie. Zwaar checkie even. Hey, hoor jij wat ik hoor? Ja, ik hoor hem. Hij doet het goed, hè? Hij doet het, hoor. Hij doet het. Hij doet het. Hé, hey, maar niet gevallen? Nou, ik had tegen de tafel gesteund, hè, maar de rest liep gewoon goed. Goed zo. Dus als er brand uitbreekt, jij weet de weg. En ik neem iedereen mee. Kijk, zo hoort het. Het is niet dat je vanaf het begin van de avond op elkaar staat te letten, maar gewoon als iemand natuurlijk aardig wat op heeft, dan denk je wel van, nou, zo is het wel goed. En de meiden zijn ze wat nooit dronken, want die gedragen zich altijd wel. Ja, meestal moeten we het meestal op de meiden leggen. Die gasten die gedragen zich meestal wel. En die meiden die drinken meestal te veel, weet je niet. Dus daar moeten we een beetje op letten. Zo, heren en dames, ik mag aan jullie in dit hok, de buren, opnieuw een Westlands hockeykeurmerk aan jullie uitreiken. Want jullie voldoen echt aan de drie eisen. Die drie eisen, dat zijn brandveiligheid, niet commercieel, nou jullie zijn een vriendenclub, en drie, jullie letten ook op elkaars alcoholgebruik en onder de 16 geen alcohol. Bovendien hebben jullie toezicht. Nou, ik heb het gezien, het is hier helemaal brandveilig, fantastisch hok, prachtig, en daarvoor krijgen jullie het enige echte Westlandse hockeykeurmerk. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige keurmerk. Weer erg gezellig bij het hok, de buren. En ook zij hebben het keurmerk dik verdiend. Hiernaast ligt het hok de dugout nog in puin. En in de laatste aflevering zien we of ook zij op tijd klaar zijn om een keurmerk te verdienen.